Defensieminister Krishna Kumari Mathura heeft vandaag een nieuwe legerleiding aangesteld. Waarnemend bevelhebber, kolonel Henry van Akseldongen, neemt over van kolonel Robert Kartori Krommel, die binnenkort met pensioen gaat. De minister zegt verheugd te zijn naar het nieuw beleid en de uitvoer van de gestelde beleidsdoelen. Het verheugt me om jullie aan de pers en aan de samenleving voor te stellen. En net zoals het volk van Suriname en net als de regering kijken we uit naar resultaten. Naar een nieuwe defensieorganisatie. We hebben in principe 11 beleidsprioriteiten gepresenteerd. Of opgenomen hierin. En dat zijn de bedreigingen zoals geformuleerd in het beleidsplan Nationaal Leger. Ja? Alle bedreigingen hebben we dus dan, daar gaan we op inspelen. Preventief, het gaat erom dat je ze wil voorkomen en dat je dan je informatiepositie moet versterken. Mathura zegt verder dat er een nieuwe wind zal waaien binnen het leger. De waarnemend bevelhebber zegt dat het beleid van het staatshoofd duidelijke taal is en er alles aan gedaan zal worden om dit naar behoren uit te voeren. Bij deze stel ik me voor dat de doelen die verwezenlijkt worden, welke de regering nastreeft, dat het met alle integriteit, oprechtheid, eigenlijk op basis van kennis en kunde en vaardigheid zal worden uitgevoerd. Wij zijn namelijk het instituut die opdrachten uitvoert. De opperbevelhebber, de opdrachten van de opperbevelhebber zijn duidelijk geweest. En ze zijn ook terug te vinden binnen onze beleidsplan. En het minister heeft het daar aangedragen. Dus we kijken uit om de Surinaamse gemeenschap van dienst te zijn. Dat zijn we in eerste aanleg. Mijn persoonlijke aspiraties op dat gebied, met de 38 dienstjaren die ik heb binnen de Defensieorganisatie, is om een veiligheidsgevoel te waarborgen binnen de samenleving. Want dat is een van de dingen die verankerd is met onze grondwettelijke taak. Dat wij ervoor staan de garanties bieden aan het volk en de Surinaamse gemeenschap. Dat ze er mogen rekenen dat we onze hoogste goed ter beschikking stellen om dit land een veilig gevoel te geven. De waarnemend bevelhebber belooft met de kennis en kunde in huis het land naar behoren te dienen. Hij zegt zich in te zullen zetten om het veiligheidsgevoel binnen de samenleving op te schroeven.